Broeders en zusters, lieve broeder en Aziza, familiemang, ik groet u met veel respect. We bevinden ons aan het eind van 2021 en aan het begin van een nieuw jaar, 2022. Tijd om terug te blikken op wat 2021 is geweest, maar ook wat 2022 voor ons zal betekenen. 2021 is een jaar geweest waarbij deze regering het prudent beleid heeft voortgezet en orde op zaken heeft gesteld in de administratieve en financiële huishouding van de overheid. Die hoge schuld moest betaald worden middels herschikkingen. Dit heeft geresulteerd in besparingen waardoor we in staat waren om onder andere de salarissen en bijbehorende van de ambtenaren te betalen, als ook uitkeringen aan te passen, allemaal uit eigen opbrengsten, uit eigen besparing, zonder lening. Daar heeft u zeker aan bijgedragen. En ja, lieve broeder en zuster, het heeft pijn gedaan. Sommigen werden ongeduldig, sommigen werden boos en dreigden hoop te verliezen. Men vergat daarbij vaak één ding, en misschien het belangrijkste, dat we samen werkten om Suriname weer op spoor te krijgen en ons geliefd land weder op te bouwen met een solide fundament voor groei en ontwikkeling. En dat is mijn oproep ook geweest. Samen met u. En samen met u gaat deze regering in 2022 tegemoet, waarbij het licht al begint te schijnen. Op het juiste spoor komen, broeders en zusters, eist inderdaad offers. Offers van ons allemaal. Puinruimen van 10 jaar wanbeheer is echt niet eenvoudig. Kapotmaken is makkelijk, maar opbouwen niet. Neemt uw huis als voorbeeld. Huis kapotmaken, stenen kapotmaken, is vrij makkelijk. Maar een nieuw, stevig, duurzaam en stabiel huis neerzetten is niet makkelijk, kost tijd, geld en energie. En wij willen alleen in een nieuw, stevig, duurzaam en stabiel huis wonen. Daarom heeft 2021 ons op de proef gesteld om onze gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen om Suriname vooruit te helpen, om Suriname weer te laten bloeien en om ons geliefd land te redden, voor onszelf, maar vooral voor onze kinderen en kindskinderen. Als president heb ik het afgelopen jaar uw solidariteit, uw verantwoordelijkheidsgevoel, maar bovenal uw geduld, daarom zeer gewaardeerd. Zonder u, broeders en zusters, zonder onze gezamenlijke offers, was dit niet mogelijk geweest, mijn mensen. Lui brada nasisa. Mopo fumi ati. Mi ontaigu alamala. Grand tangi. Zeer veel dank. Voor uw geduld. Voor uw beproeving. Voor uw opoffering. Het afgelopen jaar hebben we mooie resultaten kunnen boeken. Om de Surinaamse economie te repareren. En weer op het juiste spoor te krijgen. We hebben veel projecten uitgevoerd. Welke de gemeenschap ten goede zijn gekomen. Denk aan de 15 dorpen in het binnenland die voorzien zijn van elektrische stroom. District Komowijnen, die een moderne waterzuiveringinstallatie heeft voor de watervoorziening. Maar ook recentelijk nieuwe waterbronnen voor het resort Hinar in het district Nikeri. Bouw van scholen is gestart in het district Marowijnen, alreeds opgeleverd en in gebruik genomen. Aanpak van bermen en wegen om het leven aangenaam te maken. Grondbeschikkingen zijn uitgereikt, waarop sommigen, ja, jaren hebben gewacht. En nog veel meer is gerealiseerd door onze regering. Broeders en zusters, morgen luiden we het jaar 2022 in. En we gaan het dan niet meer hebben over de pijn, maar over moed, positiviteit. Want langzaam geraken we uit de precaire situatie. En ik ben blij dat vanaf 1 januari
de werkende klasse al de vruchten gaat plukken door onder andere de aanpassing van de belastingvrije grens, de verruimde belastingsgeven en verlagen van belastingen op bonussen. En ik garandeer u, volk van Suriname, het blijft niet daarbij. U zult merken dat het beter zal gaan, step by step. Ons beleid, dat er in uitvoering is, dankzij goede voorbereiding van deze regering, zal er steeds meer verlichting brengen. De stabilisatie van de koers en de economie zullen positieve effecten hebben op het bedrijfsleven, de economie, maar vooral op de samenleving. In 2022 zal Suriname in internationaal opzicht nog meer meetellen door het toegenomen vertrouwen van het buitenland. Daarom gaan we in diverse landen ambassades of consulaten vestigen om zodoende de relaties te versterken en de uitwisselingen op gang brengen. In januari van het komend jaar zal ik een ontmoeting hebben met alle diplomatieke vertegenwoordigingen in ons land ter bespreking van het internationaal beleid. 2022 belooft een beter jaar te worden voor ons Suriname. Het wordt een jaar van lastenverlichting en van perspectief voor het volk van Suriname. Het vertrouwen in economisch herstel keert langzaam, maar zeker terug. En dat doet mij deugd. Want Louis Bradangasisa, uw vertrouwen is hard nodig om in het nieuwe jaar standvastig het herstelprogramma en andere programma's uit te voeren en daarmee u en uw naasten perspectief te bieden. Daarom zullen wij samen in 2022 nog harder moeten werken aan herstel van onze economie dankzij de ondersteuning van diverse internationale financiële instellingen. Het herstelprogramma, het IMF-programma, het Nationaal Risk Assessment Strategisch Plan, het tripartiet akkoord, het investeringstraject en het sociaal vangnetprogramma vormen het ontwikkelingsraamwerk om de economie te stabiliseren op weg naar groei en ontwikkeling. Hierdoor zullen er ook steeds meer projecten worden uitgevoerd en dat zal zeker bijdragen tot werkgelegenheid. We gaan starten met de woningbouw, waardoor verlichting komt in de ontstane woningnood. Ook de reorganisatie van veiligheidsdiensten ter garandering van burgerveiligheid zal gecontinueerd worden. We gaan continu voor een beter bestuur en onze fouten gaan we blijven corrigeren. Daarom keur ik het ontstane geweld tegen journalisten ten strengste af. En alle ernstige vormen van criminaliteit moeten goed, effectief en gecoördineerd worden aangepakt. Dat is een inbreuk op de rechtsorde en hiervoor moet er herstel komen. Geweld en intimidatie naar journalisten en de samenleving toe laat ik niet toe. Ook hier zal daarom de nodige correctiemaatregelen moeten komen van de veiligheidsdiensten, de opsporingsdiensten en de rechterlijke macht. De regering zal altijd in dialoog blijven met de journalisten en de mediagemeenschap. En dat garandeer ik u ook voor 2022. Louis Bradangasisa. Naast die eerder genoemde programma's zal het COVID-19 beheersingsprogramma ook gecontinueerd worden. De COVID-19 pandemie heeft niet alleen de wereld nog steeds in zijn greep, maar ook ons. Onlangs hebben we opnieuw nieuwe maatregelen moeten treffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In 2022 zal het virus ons nog altijd bezighouden, maar samen moeten we ervoor zorgen dat de impact op onze economie zich tot een minimum beperkt en dat het beheersbaar gehouden wordt. Wij van onze kant hebben er alles aan gedaan om zo goed mogelijk de gevolgen hiervan op te vangen. Het virus heeft laten zien hoe kwetsbaar ons zorgstelsel is en zal nog altijd veel eisen van onze medici en verpleegkundigen. Vanuit deze plek dank ik aan ieder die zich heeft ingezet om vele levens van onze broeders en zusters te redden, zowel in nationaal als in internationaal opzicht. U bent van grote waarde. Zeer veel dank voor uw bijdrage.
Louis Bradancisa, ik ben ervan overtuigd dat onze gezamenlijke offers de goede basis hebben gelegd voor een beter 2022. De basis om in het komend jaar de stabilisatie en groei van onze economie tegemoet te gaan, was zonder u nooit gelukt. Ik ben hier heel trots op u. En vanuit het diepste van mijn hart dank ik u ten zeerste voor uw offers. Maar Louis Bradancisa, no vergeti. In 2022 zullen we samen de vruchten beginnen te plukken van deze offers. 2022 zal een jaar worden van verlichting, vertrouwen, hoop, verbroedering, liefde en kracht. Vooral het laatste, een kracht die wij moeten vasthouden om de grote economische en financiële uitdagingen aan te gaan. Een kracht die ons vooruit zal helpen. Die kracht, die Broemtje Djari, die zal bijdragen aan ons welzijn en welbehagen en aan ons geluk. Het wordt een jaar van verandering. Een nieuw tijdperk. Een tijdperk van optimisme en solidariteit. Een tijdperk van verandering en wederopbouw. Ik wens dan ook dat in het nieuwe jaar wij elkaar blijven vinden om hand in hand op te trekken om Suriname beter te maken. We staan schouder aan schouder, u en ik, u en mijn regering, om Suriname vooruit te helpen. We maken ons gereed om zo goed mogelijk te gaan inspelen op de kansen die zullen ontstaan. Ik vraag u vanuit deze plaats om niet aan de kant te blijven zitten en kritiek te leveren, maar bereid u zich ook voor op de kansen die zullen ontstaan. Maakt u zich klaar en hou je gereed om jouw bijdrage te leveren en te genieten van de opbrengsten van de investeringen en de ontwikkelingen. Louis Bradancisa, Suriname rekent op uw toewijding en op uw dienstbaarheid en uw productiviteit. Nogmaals bedankt voor alle offers en ondersteuning. En ik wens u, volk van Suriname, een zalig uiteinde en een zeer voorspoedig 2022 toe. God bless you all. Thank you.